In Ter Apel loopt het momenteel helemaal uit de hand met stelende, inbrekende en overlastgevende asielzoekers. Er wordt drugs gebruikt, gestolen, ingebroken en geïntimideerd door asielzoekers uit veilige landen die niks in Nederland te zoeken hebben. Vrouwen en kinderen durven niet eens meer over straat in hun eigen land omdat ze geïntimideerd worden. En zelfs beveiligers, sterke jongens, slaan alarm omdat het niet meer te doen is. De politie doet niks en de politiek doet niks. En daarom zijn er burgerwachten opgericht. Maar wat gebeurt er nu? De burgerwacht houdt stelende en overlastgevende asielzoekers staande. Belt de politie zodat ze opgepakt kunnen worden. En nu worden niet de asielzoekers, maar leden van de burgerwacht opgepakt. En dat alleen maar omdat ze iets doen wat de politie zou moeten doen. De omgekeerde wereld. En mede hierdoor heeft de PVV zo ongelofelijk gewonnen en blijven ze maar stijgen in de peilingen. Want mensen zijn het zat. Wat denken jullie ervan? Laat het me weten en like en deel dit filmpje zoveel mogelijk.